Welkom op de bak van het schip. Dit is de voorkant van het schip. We hebben hier altijd iemand staan die naar de zee staat te turen om andere schepen te constateren. Paul, in dit geval, staat hier een half uurtje. Hoi Paul. Hoi. Ik ga jullie even meenemen voor een kleine tour over het schip. Nou, zoals gezegd, het voordek. We hebben hier echt een prachtig uitzicht op de voormast. En vandaag iets heel speciaals, de leizeilen aan de bakboord van het schip. Die gebruiken we eigenlijk alleen maar bij heel licht weer en lange afstanden als we dus recht toe recht aangaan. En een dagtijd hebben ze om ons op te bouwen en weer af te bouwen. Nou, dan gaan we nu naar het hoofddek. Nou, dan gaan we nu naar het sloependek. Het dek wordt normaal gebruikt voor het evacueren van het schip toen we nooit voorgekomen. Hier hebben we onze internet units, internet domes. Het lijkt mij duidelijk dat als er een keer muiterij is, dan zijn dat de eerste dingen die eraf gaan. Nou, dan lopen we nu naar de campagne. Nou, hier staan we op de campagne. Vanaf de campagne wordt het schip bestuurd door de officieren in de brug. Er staat het stuurwiel. Er staat niemand achter omdat we een automatische piloot hebben. En dan het achtergestelte van de campagne waar we om 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags met z'n allen lekker een bakje koffie en een sigaretje roken beginnen die roken. En dat noemen we smoko. Daarom. Maarten. Dit heet het apendek. En het noemt het apendek omdat hier vroeger de kleine officiertjes in opleiding stonden. Het waren fans van 14 jaar. En die stonden naar beneden te kijken waar de matrozen hun werk deden. En de matrozen noemden hem daarom aapjes. Ja.